Na een prachtig winterweekend waarbij we massaal van sneeuw en schaatsijs hebben genoten, is de dooi ingevallen. Het weer is omgeslagen. En de meeste weermodellen geven zelfs aan dat vanaf vrijdag de zon meer en meer gaat schijnen. Het zou zelfs tot lentetemperaturen kunnen komen. Deze ommezwaai heeft alles te maken met het draaien van de wind. Vorige week stond er een koude noordoostenwind onder invloed van een krachtig hoogdrukgebied boven het noorden van Europa. Daarmee werd vrieskou aangevoerd, maar op dit moment is de luchtdruksituatie heel anders. Hoge druk boven het centrale deel van Europa, lage druk op de oceaan en tussen beide druksystemen in staat een zuidenwind. En daarmee wordt warme lucht uit Zuid-Europa aangevoerd. En dat betekent dat we beide weekenddagen in het binnenland temperaturen kunnen verwachten van zo'n 15 tot 18 graden. Misschien op een enkele plek zelfs nog wat hoger. Ik zou zeggen, laat maar komen die lente. Maar er zitten wel wat addertjes onder het gras. Tijdens de lange februarinachten kan het flink koud worden. Het is zelfs goed mogelijk dat jij dit weekend in de ochtend nog je autoruiten moet krabben. Pas wanneer de zon op zijn hoogste punt staat in de middag, wordt de temperatuur aangenaam. Ook aan het einde van de dag staat de zon al snel weer laag aan de horizon en zal het snel afkoelen. Barbecue is dan ook niet echt een optie, dan zit je te bibberen in je achtertuin. Ook de wind kan ervoor zorgen dat het af en toe fris aanvoelt. Zeker wanneer deze waait over een koud wateroppervlak, zoals bijvoorbeeld de Waddenzee. Je kunt je dan misschien ook wel voorstellen dat het op Ameland een stuk kouder is dan in bijvoorbeeld Maastricht. Tot soms wel 10 graden verschil. Zo'n opmerkelijke overgang van winter naar lenteweer in een week tijd is voor Nederland toch wel uitzonderlijk. Heel af en toe gebeurt het, bijvoorbeeld in 2005, toen in bijna 2 weken tijd de temperatuur aan begin van de maartmaand van min 20 graden naar uiteindelijk plus 20 graden ging. De temperaturen die we dit weekend verwachten, van 15 tot 18 graden, zijn uitzonderlijk en zijn eigenlijk heel normaal begin mei. Komt die sneeuw toch nog goed van pas? Ik zou zeggen, zoek dit weekend ook lekker een plekje uit in de luwte, geniet van de zon en van het lekkere lenteweer.